bak je een perfect spiegelei. Dat klinkt simpel. En dat is het ook. Als je je tenminste aan een paar belangrijke regels houdt, is het letterlijk een eitje. We hebben nodig brood, boter, een spatel, peper en zout, een koekenpan en eieren. We gaan beginnen. Verhit een pan op het gasfornuis. Zorg ervoor dat de pan heet genoeg is voordat je de boter erbij doet. Is de pan wel heet genoeg, test het voorzichtig met een vlakke hand vlak boven de pan. Zonder de pan aan te raken natuurlijk. Smelt nu de boter totdat deze aan de randen lichtbruin is. Verdeel de roomboter door de koekenpan licht rond de wiegen. Of verdeel de boter met de spatel. Tijd om te gaan bakken. Pak een eitje. Tik hem stuk op de rand van de pan. Voorzichtig, niet te hard tikken, dan breek je de dooier. Laat het ei rustig stollen en zet vervolgens het gas wat lager. Als je het vuur te hoog zet, krijg je een spiegelei met aangebrande randen. Niet doen dus. Na een minuut of twee, drie zul je zien dat je ei loskomt. Schud het spiegelei voorzichtig door de pan zonder dat de dooier breekt. Laat hem daarna nog een minuutje nagaren. Klaar. Peper en zout toevoegen naar smaak en opdienen maar. Eet smakelijk. Kookinspiratie gekregen? Kijk hier voor meer video's.